En welkom terug, Jordi is terug. Ik ben even weg geweest, want er is heel veel gebeurd. Ik ga dan straks allemaal uitleggen hoe dat veranderd is. Maar eerst gaan we het belangrijkste gaan bekijken van allemaal. En dat is, ja, dat is de auto van Jordi. Hè. Je ziet het wel, ik heb een muts aan mijn car-rap specialist. Mijn auto is opnieuw gerapt. Dus we gaan dat eerst keer gaan bekijken. Hè. Ja, hè. Damn son, that's a nice ass. Hij is helemaal in het mat goud. Het is de Melior-mobiel, dus het is de officiële auto van Melior. Het heeft tering veel geld gekost, maar het is super goed gedaan van Carab Specialist. Dus ik ben er super tevreden mee. Maar nu gaan we naar binnen, want het regent. Dit is een korte update video. Ik ga alles uitgebreid uitleggen in verschillende video's. Want ik kan moeilijk alles in één video steken, want die video gaat anders weer veel te lang zijn. En ik zie dat er water op mijn lens zit. Er is zodanig veel gebeurd in mijn leven. Ik ben verhuisd. Ik heb nu een nieuwe auto. En ik heb een nieuwe hond. En dat zijn drie dingen dan heel groot zijn voor mij. En zeker het feit dat ik nu eigenlijk mijn eigen kantoortje heb. Mijn eigen office. En ja. Maar dat gaan we allemaal binnenkort... Ga ik weer heel veel video's maken, want nu gaat dat eigenlijk totaal niet echt. Want mijn internet is echt shit. Er is zelf nog geen internet aangesloten. We zitten in een nieuw bouwhuis. En er is blijkbaar nog geen kabel getrokken onder de grond voor internet. Dus wij hebben nu internet van Orange. En dat is een soort bakje met een simkaartje. En dat internet is echt shit. Er komen video's aan, maar ze gaan wat trager gaan, want mijn internet is hier echt scheid. Ik kan daar ook niet aan doen. Ik heb nu al een week en een half niet meer geüpload. Normaal doe ik dat niet. Normaal upload ik 2 of 3 keer per week. Maar geef me even tijd! Alsjeblieft, hou rekening ermee dat ik verhuisd ben. Ik heb nu een hond en mijn auto is helemaal veranderd. En er gebeuren zodanig veel dingen in je leven dat je eigenlijk niet veel tijd hebt. Als je zeker geen internet hebt, dan gaat dat moeilijk om video's te maken, want je kunt niet uploaden. Maar dat komt allemaal goed. Alles komt op zijn plaats. Want kijk, ik heb nu een queen new leuk bureautje. Slash office. Ik heb zelf een monster frigo. Maar ik ga over alles nog zeker een setup video maken. Ik ga alles gewoon in video's doen. Ik ga heel veel video's maken volgende week. Thanks boys and girls voor jullie begrip. Dat jullie gewacht hebben. Volgende week een shit ton lote video's. Ik ga een video maken over het huis. Ik ga een video maken over de hond. En ik ga een video maken over mijn auto. Maar dat komt allemaal goed, jongen. En bestel even die dikke merch. En dan steunt je Jordi nog een beetje extra. En dan heb je ook dikke kwaliteitsvolle kleding in huis. Het kan allemaal geen kwaad, hè. Het is waar, hè. Ik heb 2 vogeltjes. Ja, er is zodanig veel gebeurd. Dat je eigenlijk totaal niet verwacht. Jullie zagen het totaal niet aankomen. Ik had ook niets echt gezegd op YouTube. Maar alles is veranderd. En de video's, het gaan sowieso meer video's zijn, want ik woon nu alleen. Ik moet met niemand meer rekening houden. Dus, godverdomme, er gaan heel veel video's aankomen. Dit is Beer. Hé, Beer. Je noemt Beer omdat hij bruin is. Blijf ik hiervan in de camera. Dat begint alweer, hè. Potverdekken, zeg. Dag, Yuki. Yuki is er natuurlijk ook. Ik weet niet hoe dat Didi is. Didi. We hebben nu 3 hondjes in huis, dus superveel werk, want die een kakt en piest heel veel. En dat is natuurlijk de braafste, hè. Mijn prinsesje Yuki. Hè? De mooiste auto / BMW van België en van heel de wereld. Ja. Binnenkort op uw computerscherm. Ciao, we gasten. Bedankt voor het begrip en tot ziens. Tot waarschijnlijk tot morgen. Morgen ga ik ook een video maken. Ja.